Ja, een hele goede avond, dames en heren. En welkom bij deze livestream live vanuit het vernieuwde MEC Maastricht. Fijn dat u de tijd neemt om op deze prachtige lentedag toch even te kijken naar onder andere de bladlancering, de allereerste van Chapeau in 2021. Maar we beginnen uiteraard met onze gastheer te verwelkomen, Rob van de Wiel. Hartelijk welkom, althans eigenlijk, ja, we zijn bij jou, dus eigenlijk dank welkom voor de ontvangst hier. Compleet vernieuwde MEC Maastricht. Je krijgt volgens mij overmorgen officieel, zoals dat dan gaat, van de bouw hier de sleutel terug. Ja, klopt. Een speciaal moment na toch wel een lang traject. Hè? Ja, het is een heel speciaal moment in die zin. Ik heb wel van de bouwers geleerd, het venijn zit hem altijd in de staart. Dus we zijn nu dag en nacht met elkaar bezig om de puntjes op de i te zetten. En daar hoort bij zo'n kwalitatief gebouw. Dan moeten we echt alle systemen testen. Van verlichting tot brandmeldinstallatie. Het moet veilig zijn, ja. Het moet mooi zijn, het moet compleet zijn. En we hebben echt iets gedaan. Dus ja, de mensen die daar actief mee aan de gang zijn, die zijn tot diep in de nacht bezig. Jullie hebben veel aangepakt, kunnen niet alles benoemen, maar noem eens enkele highlights. Wat zijn een paar grote zaken die jullie hebben aangepakt? Nou, wat wij als hoogste doel hadden, was vooral onze congresfaciliteiten verbeteren. Dus wij wilden een grotere doelgroep bereiken, 3.000 tot 5.000 pax, dus deelnemers, het aantal vergroten. Dat zit hem dan ook in de breakout ruimtes, de kleinere zalen. Dus we hebben vooral veel breakout ruimtes gecreëerd. En de auditoria zijn van de laatste snufjes voorzien. Dus onze doelstelling is meerdaagse internationaal naar de stad halen. En dat kunnen wij met deze accommodatie weer perfect. Perfect. En daarmee kun je ook weer vooruitkijken. Ik denk, we moeten niet meer terugkijken naar achteren. Daar zijn al genoeg interviews over geweest. Maar ik denk dat jullie, ja, nu dit is ook een symbolisch moment om weer vooruit te kijken. En dat doen jullie, neem ik aan, ook. Nou, wij kijken sowieso niet terug, want wij hebben stilgelegen. Dus achter ons is een zwart gat. Ja. We hebben met onze club hard gewerkt. We hebben kunnen bouwen. Maar we hebben ook heel veel aan het MEC gewerkt, procesmatig. En nu kijken we vooral vooruit. We hebben de club gelukkig bij elkaar kunnen houden. Talenten die nog steeds ingezet kunnen worden, dat was me alles waard. En nu kunnen we hopelijk vanaf september, maar ik durf het nog niet met zekerheid te zetten. Maar vanaf september staan we eigenlijk continu, 24 uur per dag, 7 dagen in de week vol. Dus de focus ligt vol nu, onder voorbouw uiteraard, maar vanaf september. Ja. Ja. September, ja. Wordt volgens mij, als ik ook in mijn eigen agenda al kijk, en ik denk dus ook zeker jouw agenda, het wordt enorm druk in die maanden, want iedereen wil alles in die maanden nog gaan proppen. Nou, we hebben ook tegen de club gezegd, zorg dat je je vakantie opgenomen hebt. Wij hebben je nu nodig. We hebben lang genoeg stilgelegen, maar wij hebben ook gewoon de adrenaline van onze sport weer nodig. Ja. En dat zijn congressen, en dat zijn beurzen, en dat zijn de evenementen. Dus we staan eigenlijk te popelen. Ja, we kunnen eigenlijk niet wachten. Maar jullie doen, neem ik aan, niet niks tot aan september. Wat gebeurt er van nu april tot september? Nou, we beginnen daar met stofzuigen. Dus kijk, als we over 20 minuten klaar zijn, dan gaan we dat doen. Ja. Dan gaan we het gebouw opleveren. Nee, maar wij zijn natuurlijk continu met onze klanten in contact. En wij hebben lead times op onze producties van maanden, jaren. Dus wij zitten gewoon in de verkoop voor 2021, 2022 en verder. Dus wij zijn gewoon in business. En wij zien het netwerk weer wat op gang komen. Dus we proberen daar ook het MEC bij aan te laten sluiten. En wat er staat te gebeuren is natuurlijk ook nog de grand opening van het MEC en de open dagen. Daar werken we allemaal aan om ook het MEC aan het publiek te laten zien. En die staan ook in september gepland? Ja, staan in september. Ja. Wij staan hier in het prachtig vernieuwde auditorium. Mensen kunnen het thuis niet zien, maar twee kanten. We staan hier midden op het podium. Maar jullie hadden ook in de MEC Studio kunnen staan. Want jullie hebben ook een compleet vernieuwde MEC Studio gebouwd. Hè? Of een nieuwe eigenlijk. Hè? Ja, ja. We hebben, dat is eigenlijk een nieuw initiatief. Je ziet dat corona dan toch iets brengt. Onze branche, live communicatie, schuurt al jaren tegen het feit aan, moeten we niet wat meer digitaliseren, moeten we niet uitbreiden. En nu kon je niet live ontmoeten. We moesten wel iets bedenken, dus dan creëer je een studio. En ik denk dat we dat met onze partners voortreffelijk gedaan hebben. En er staat iets moois, dus je kunt nu, ja, we zeggen wel eens hybride evenementen, maar je kunt ook gewoon eigenlijk compleet digitale evenementen doen. Het is gewoon een nieuwe tak aan de boom van het MEC.
Dus dat is wel iets blijvends ook na corona, ook in 2022. Ja, ik denk niet meer dat we dit loslaten. Nee. We zien ook de successen van deze formule, maar onze kracht zit natuurlijk in ontmoeten. Ja. Kom bij elkaar, netwerken en kennis delen. En hopelijk kunnen we dat vanaf september weer volop hier in het MEC Maastricht. Nou, we doen er nu alles aan met onze teststraten, vaccinatiestraten. Dus aan ons zal het niet liggen. Alleen we moeten nog wat spuitjes binnenkrijgen. En dan kunnen ze hier snel gezet worden. Ja, dan kunnen ze snel gezet worden. Dank u wel voor de tijd en voor het gesprek, Rob. En laten wij even snel gaan kijken naar hoe ziet die MEC Studio dan uit? Bent u op zoek naar een unieke en innovatieve manier om in contact te komen met uw publiek? In tijden van social distancing kan een online of hybride evenement de oplossing bieden. De splinternieuwe state-of-the-art MEC Studio biedt alles om u hierin te faciliteren. 3, 2, 1. Indien gewenst, gecombineerd met een live evenement op locatie. Ons professionele team staat klaar om u te begeleiden van begin tot eind. De unieke combinatie van de MEC Studio, de 3 evenementhallen, het volledig vernieuwde congrescentrum met 2 auditoria en 55 breakout rooms maakt MEC Maastricht de perfecte locatie voor uw live, online of hybride evenement. In de MEC Studio staat alles klaar voor gebruik. Met ons professionele apparatuur en professioneel team is ons registratieplatform volledig opgemaakt in de look and feel van uw bedrijf of evenement. Lights, camera, action.